Venlo een vestingstad. Het is bijna niet voor te stellen. Maar tot 150 jaar geleden was de stad omringd door aarden wallen, dikke muren, stadspoorten en grachten. De aanzet tot die verstevigde stad werd al gegeven in de 13e eeuw. Als je denkt aan Venlo als stad, denk je natuurlijk in eerste instantie aan 1343 en de stadsrechten. Maar hier heb je een mooi document uit 1272, waarin zowel over het bestuur van de stad als over de handel van Venlose schippers op de Maas heel veel wordt gezegd. Dit document laat overtuigend zien dat Venlo al in 1272 feitelijk een stad was. In de loop der eeuwen kreeg Venlo vervolgens vorm als vestingstad. Prachtige plattegronden en schilderijen werden ervan gemaakt. In 1867 kwam er een einde aan. De stad barstte uit zijn voegen en moest zich kunnen uitbreiden. Vrijwel de gehele vesting verdween, op een enkel stuk na. Eigenlijk het minst bekende, maar het mooiste stuk, daar staan we nu hier. Een beetje verscholen ligt het in Venlo, in de tuinen van het voormalig klooster Mariaweide. En deze muur zijn ze mee begonnen met bouwen tussen 1350 en 1375. En naast dat het eigenlijk het mooiste stukje van de oude stadsmuur is, is het ook het best bewaarde, het grootste stuk van de stadsmuur dat we nog hebben van Venlo. Al snel na de sloop van de stadsmuur kwam er spijt. Venlo was volgens velen een zielloze stad geworden. Het hart was eruit. Of, zoals een reiziger destijds verwoordde, Venlo is een doodse, sombere stad, waar niet veel is dat het oog aangenaam aandoet. Ik ben heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Ik vond er eigenlijk nog heel weinig nog maar van terug in de stad. Door middel van mijn reconstructies kan ik dat terugbrengen en kan ik eigenlijk een stad terugzien die er gewoon niet meer is. Na de Tweede Wereldoorlog is er heel veel verloren gegaan. Elke keer jammer als er dan toch weer stukjes van dat verleden verdwijnen. Kijk wat we nog hebben, laten we dat koesteren en laten we er gewoon echt goed mee omgaan. Tijdens archeologische werkzaamheden doken er de afgelopen jaren regelmatig restanten op van de oude vestingstad. 150 jaar geleden hadden ze namelijk maar tot aan het maaiveld gesloopt. Toch gebeurde er vrijwel niets met deze bijzondere vondsten. Ze verdwenen weer onder de grond of werden gesloopt. Ja, helaas zijn ze in het verleden iets minder zorgvuldig met deze resten omgegaan. Maar gelukkig is nog niet alles verdwenen, want we staan hier bij de fundamenten van Fort Sint-Michiel. Ja, die zijn echt indrukwekkend, een topvondst vind ik. Dit vertelt het verhaal van de vestingstad Venlo. Dit is het DNA van Venlo en daar moet je echt zorgvuldig mee zijn. Dus zorg dat je dit behoudt, dat je hier iets mee doet, want de kansen liggen hier echt voor het oprapen.